Saturday night. Ja, vandaag ga ik naar de Herman Brood Experience met de kunstroute van Zwolle. Ik heb er zin in. I just can't wait. Ik ben heel erg benieuwd. Kom met me mee. Hartstikke leuk wordt het. Kijk eens hoe machtig mooi. Heel erg open. Herman Brood Experience Zwolle. Ik ga naar binnen. Nou mensen, ik zit hier dus in de Herman Brood Experience. En ik moet zeggen dat ik zwaar onder de indruk ben. Ik had absoluut niet verwacht dat het zo groot zou zijn. Nou, ik ga jullie voorstellen aan Myrthe en aan Ivo van de Herman Brood Experience. Hallo, ik ben Myrthe en ik werk fulltime bij de Herman Brood Experience. En dat vind ik echt ontzettend leuk. Het is heel erg leuk om te zien hoeveel mensen hier binnenstappen. En het is heel mooi om de zoon van Zwolle een plekje te geven. Top. Ik ben Ivo de Lange, eigenaar van IQ Kunstatelier, wat inmiddels naar mijn kinderen overgegaan is. En met de gemeente samen heb ik hier nu een geweldig pand aan de Blijmarkt en over de fundatie en dat heet de Herman Brood Experience. Dat is een pand van pakweg 40, 45 meter lang waar zeefdrukken, schilderijen, een winkeltje en een soort experience. Het is net nog geen museum en dat is heel leuk om te kijken. We hebben inmiddels in 8, 9 maanden 30.000 bezoekers gehad. Komt 20% van het museum en 50% allemaal fans. En het leuke is dat het zijn niet allemaal fans van oudere, dat allemaal oudere mensen zijn, maar het zijn ook heel veel jongeren. 19, 20 jaar die soms meer weten van brood dan ik. Herman is bij mij in de buurt geboren. Ik ben samen met hem ook in de kunst gegaan in pakweg 5, 86, want toen begon hij te schilderen. Hij tekende altijd al heel veel. En dat is eigenlijk wel het verhaaltje. Gaaf. Myrthe, die gaat mij rondleiden in de winkel. Dus ik ben heel erg benieuwd, Myrthe. Dankjewel, welkom bij de Experience. Yes. Laten we naar binnen gaan. Nou, we staan hier in de achterste ruimte van de Experience, ook wel de expositie. En hier vind je eigenlijk heel veel persoonlijke spullen van Herman Brood. Onder andere verzameld door Ivo, maar we werken ook heel nauw samen met de familie Brood. Dus de zussen van Brood, Xandra Brood, de dochters van Brood, die komen hier ook regelmatig spullen brengen. En die zijn hier te zien. Ja. Voor alles wat, er draait hier continu eigenlijk film van Brood. Dit is het welbekende Villa Velderhof, waar heel veel mensen helemaal weg van zijn. Ja. Dus ook wel leuk om weer eventjes te zien. Ja, en zo hebben we gewoon wat dingen verzameld en hier tentoongesteld. Nou ja, hier bijvoorbeeld Pussy albums van de zussen Brood. En ja, het is gewoon echt ontzettend leuk om hier herinneringen op te halen. Ja, gaaf. Ik ben echt onder de indruk. Echt heel mooi. Leuk, hè? Ja, ja. Echt absoluut. Zullen we doorlopen? Ja, ik ben heel erg benieuwd. Okay. Vertel. Nou. Dan gaan we door naar de middelste ruimte. Ja, we zijn achteraan begonnen. Ja. Hier in de middelste ruimte is eigenlijk vooral kunst te zien van Brood. Ja. Zeefdrukken, originele doeken. En de meeste daarvan die zijn ook te koop. Dus hier, we groeien uit onze voegen. Ja. Dus als het goed is, gaan we straks ook naar boven. Dus dat, dan kunnen we hebben wat meer ruimte. Ja. Maar hier staat eigenlijk de kunst geëxposeerd. Ja. En wanneer gaan jullie naar boven ongeveer? Zijn we nu mee bezig? Dat gaat nog een aantal maanden duren, denken we. Want het moet natuurlijk allemaal ingericht worden. En we moeten doorslag krijgen van de gemeente als het allemaal doorgaat. Dus dat is spannend. Maar we blijven duimen. Heel zo goed. Snel mogelijk gaat gebeuren. Leuk. Nou, lopen we door naar de winkel. Ja. Wij zijn als Herman Brood Experience gratis toegankelijk. Maar ja, het kacheltje moet natuurlijk ergens verbranden. Dus daarom hebben we hier voorin een winkel ingericht met eigenlijk van alles. Van LP's tot zeefdrukjes, maar ook merchandise. En daar draaien we eigenlijk op. Daar bestaan wij van. En niet alleen van de winkel, maar ook van onze hulptroepen. Yes. Dat zijn ondernemers uit Zwolle en omstreken die ons financieel steunen en die ons ook helpen te bestaan. Dus dat is wel heel erg leuk. Ja. Het beeld. Het beeld. Beeld. Ja, daar is hij. Eindelijk thuis. Ja. Hij staat hier nu een paar maanden. Voorheen stond hij binnen bij Hedon. En nu hebben we hem hierheen gehaald. En daar zijn we heel blij mee. Helemaal goed? Ja.
Nou, Meerte, waar kunnen de mensen zowel jullie vinden? Nou, kom vooral even bij ons kijken. Naast kijken kun je ook heel veel leuke dingen doen. We organiseren eens in de zoveel tijd workshops onder leiding van Jeroen van Doornik. De moeite waard om, om aan mee te doen. Dat wordt allemaal bekendgemaakt op Facebook. Dus daar moeten jullie sowieso ons gaan volgen. Dat is Herman Brood Experience. Daarnaast wordt hier ook een Herman Brood wandeling georganiseerd onder leiding van Peter Vader. Meer informatie is daarover te vinden op onze website. En dat is hermanbroodexperience.nl. En ons adres is Blijmarkt 21 in Zwolle. Toppie, dank je. Hey Meerte, heb jij nog een tip voor mij? Ja Marieke, ik heb zeker een tip voor jou. Je zou voor de kunst- en cultuurroute eigenlijk even langs moeten gaan bij Jerry van der Bol. Een fantastische kunstenaar die ook heel veel voor de Herman Brood Experience doet. Echt de moeite waard om even bij langs te gaan. Oké, dankjewel. Toppie. Het magische moment. De Herman Brood Experience komt tegenover de fundatie. Helemaal tada! Top. Dankjewel Meerte, super. Hey Meerte, ik wil jou hartelijk bedanken voor deze mooie Herman Brood Experience. Graag gedaan, superleuk dat je bij ons langs bent gekomen. Ja. Dankjewel. Ga zo door. Dankjewel. Lieve mensen, wat heb ik het leuk gehad vandaag zeg, met Ivo en met Meerte. En wat is het mooi daar in de Herman Brood Experience. En wat groot, echt fantastisch. Prachtige mooie werken van onze Herman Brood. Daar zijn wij Zollenaren natuurlijk super trots op. Jongens, dit is het einde. De Herman Brood Experience staat op de kunstroute van Zwolle. En binnenkort meer. Blijf kijken naar Marieke's Go en abonneer je, want dat vind ik super geweldig. En geef leuke duimpjes, vind ik ook leuk. Jongens, take care en tot de volgende Marieke's Go. Doei doei! Saturday night. De Herman Brood Experience moeten jullie echt gezien hebben. Echt heel mooi, heel gaaf.